ben hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht. En hier bestuderen wij wat mensen denken, doen en voelen in onze samenleving. We bestuderen onder meer met collega's radicalisering, die leidt tot gewelddadig extremisme. Dus dat mensen echt op een gewelddadige wijze de wet aan hun laars lappen en echt overtreden. We onderzoeken ook wantrouwen. Wantrouwen in medemensen, wantrouwen in sociale instituties, wantrouwen in het recht onder meer. Maar ook vertrouwen. Wat kunnen we daaraan doen? En hoe speelt de rol van waargenomen rechtvaardigheid? Dat je echt rechtvaardig wordt behandeld door maatschappelijke autoriteiten, zoals rechters, beleidsmakers, politici. Ik wil daarbij expliciet heel gecontroleerd onderzoek doen, maar juist ook naar buiten gaan. Bijvoorbeeld hier in de rechtbank. In de rechtbank onderzoeken hoe mensen het recht ervaren, maar ook hoe mensen tegen het recht en andere maatschappelijke instituties aankijken. Na de inval in de Oekraïne werd besproken om Rusland uit te sluiten van het financiële betalingsnetwerk SWIFT. Dat is eerder gedaan met Iran in de opmaat naar het nucleaire akkoord van 2015. Hoe kan het zijn dat het ogenschijnlijk neutrale en technische netwerk SWIFT ingezet wordt voor westerse veiligheidspolitiek? Mijn onderzoek gaat over het snijvlak tussen veiligheidspolitiek en financiële systemen. Wat mij boeit is de politieke macht die wordt uitgeoefend door systemen die heel technisch en apolitiek lijken. De strijd tegen terrorismefinanciering is daar een goed voorbeeld van. Hier zien we data-uitwisseling tussen publieke en private partijen op de rand van de wet. En we zien de inzet van financiële infrastructuur voor veiligheidspolitiek. In mijn onderzoek analyseer ik de dagelijkse praktijken en de ongelijke maatschappelijke consequenties van de strijd tegen terrorismefinanciering. En ik ben geïnteresseerd in de historische, culturele en politieke verstrengeling van veiligheidspolitiek en financiële systemen in meer algemene zin.